Technische oplevering van het gezondheidscentrum van de RGD De Onverwacht vond gisteren plaats. 13 maanden geleden is de eerste steen gelegd en gisteren zijn de sleutels overhandigd aan de regionale gezondheidsdienst. Het is een hele eer om dit te mogen meemaken, zei DC Armand Jurel. Ook Edwin Noordzee, directeur van de RGD, is blij met de oplevering van het gebouw. Er moeten binnen echter nog wat zaken worden afgerond, zegt hij. Vandaag staat het gebouw hier met de medewerking van het ministerie, de directievoering, RGD, de bezielende leiding van de diverse managers die allemaal hebben gewerkt aan dit gebouw. We zijn er bijzonder trots op voor het district Para en het is dan ook weer een signaal dat de gezondheidszorg wordt gebracht naar de bevolking van Para. Ik feliciteer jullie allemaal. In het bijzonder het district Para en de Republiek Suriname. Terreinwerken, als u terugkomt een andere keer, dan gaat u zien dat daar ontzettend mooi is, want daaraan wordt er gewerkt. Binnenin zullen alle nutsvoorzieningen volledig aangepakt worden en de totale inrichting. Dat betekent, vanaf dat moment zal dit centrum dan operationeel zijn voor alle Paranen en anderen. Want anderen die langs gaan, gaan ook gebruik maken van de ruimte. Patrick Kensenhuis, parlementariër voor het district Para, is blij met het gezondheidscentrum in het district. We zijn er trots op en zullen het koesteren, zei Kensenhuis. Volgens minister Antoine Elias van Volksgezondheid is de operationalisering het allerbelangrijkste. Het leek er inderdaad op dat de afronding nog lang op zich zou laten wachten. En als Paraan, als lectief Doti, Wasimbo Bosse, dat opbreekt hij. Toch? Omdat na Adisi, Wessi, a verbetering voor a fasi fa gozon tutori moest vind presi ja na in Para. En ik praat over Para. Para is een belangrijk district. U moet weten dat we een internationale luchthaven hebben. Waar er dagelijks vliegtuigen landen met veel mensen. En het kan niet dat je in een district bent zonder een gezondheidscentrum. Ik denk dat het zelf een vereiste is. Toch? Dus wanneer we kijken naar het gezondheidscentrum Onverwacht, dan kijken we ook uit straks naar een gezondheidscentrum in de buurt van onze luchthaven. Toch? Dat is aan de rij. Toch? Daar zal sowieso een gezondheidscentrum moeten komen. Zeker vanwege het feit dat je vliegtuigen hebt die landen met mensen. En als was maar 40 onwel, dan moet er in de directe nabijheid van zo'n luchthaven een soort eerste hulp zijn. Toch? En dat hebben we nog niet. Nogmaals, inderdaad leek het alsof het niet zou doorgaan. U mag het weten, samen met collega Hoefdraad, vooral collega Hoefdraad, heeft ervoor gezorgd dat ook al moest de Surinaamse regering voorschieten, dat de aannemer niet boos werd en het werk stopzette. Er zijn wel dreigingen gekomen, maar daadwerkelijk is het nooit stopgezet. Dus ook mijn collega Hoefdraad, die nu weer bezig is, fondsen voor de gezondheidszorg helemaal in het Midden-Oosten bij de Islamic Bank vrij te maken. Een goede partner voor de gezondheidszorg. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid en daarvoor parlementariër Patrick Kensenhuis. Zij spraken gisteren bij de technische oplevering van het RGD Gezondheidscentrum te Onverwacht.